Mijn naam is Ruben Alberschebaas, advocaat en lid bij de Algemene Raad. 2 weken geleden heb ik u een aantal keuzes voorgelegd in mijn dilemma. Mijn keuze is om terug te gaan naar Utrecht en daar alle documenten in te scannen in de beveiligde en volgens mij vertrouwelijke omgeving van de IT-leverancier die voor ons kantoor werkt. Op die wijze heb ik ook grip op de documenten, kan ik ze doorzoeken en weet ik ter zitting precies waar ik moet zijn. Deze keuze is niet per se de beste keuze, want alle keuzes hebben voor- en nadelen. Maak voor uzelf een goede afweging waarom u voor welke keuze kiest. Het kan heel vertrouwd en heel veilig klinken om met een verhuisdoos vol met documenten naar de zitting te gaan, maar ook die kunt u kwijtraken. En het inscannen in een hotellobby kan misschien wel handig zijn als u inderdaad geen tijd meer heeft. Let u dan wel goed op de beveiliging van die documenten en de gevoeligheid van de documenten. Als het gewoon foto's zijn van een tuin of kadastrale kaarten die toch al gewoon openbaar toegankelijk zijn, kan dat misschien helemaal niet zo gevoelig zijn. Dat kan iets heel anders zijn van een authentieke koopovereenkomst. Ofwel, let goed op en besef je goed waarom je welke keuze maakt.